Breda Nu. Je weet het meteen. Genoeg is genoeg. Na een brand hier vorig jaar in de Langebrugstraat, waarbij brandweerlieden klem kwamen te zitten tussen geparkeerde fietsen, is de gemeente Breda het zat. Wanneer je fiets foutief parkeert, wordt die binnen een half uur weggehaald. Wij gaan vragen aan de Bredase inwoners wat zij nou vinden van dit strengere fietsregime. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Wat vind je van het strenge fietsregime wat wordt gehandhaafd door de Bredase gemeente? Ik heb er zelf nog niet echt veel van meegekregen. Dus ik ben er zelf nog niet mee in aanraking gekomen, dus ik heb er nog niet echt een mening over. Ja, vind ik een hele prima oplossing. Want het is afschuwelijk als je nergens bij kunt. Het is voor de veiligheid, maar ook voor de mensen die hier winkelen, is gewoon heel vervelend. Tot aanleiding van die brand is het wel iets om te overwegen, omdat ze er natuurlijk niet langs konden. Maar als je bijvoorbeeld snel naar één winkel wilt of zo, snel even naar binnen en dan teruggaat, dan is het ook weer zo van, ja, moet ik dan helemaal mijn fiets in de fietsenstalling zetten? Dat is ook weer zo, dat kost ook best wel veel tijd. Ik vind het eigenlijk wel prima, want ik woon hier in de stad en heel veel mensen gooien toch maar de fiets ergens neer. Waar dat dan uitkomt. Parkeer je zelf wel als je fiets ergens in het centrum, niet in de stalling, dat je hem gewoon ergens neerzet, dat je eigenlijk niet weet of je daar wel mag staan? Ja, meestal met uitgaan parkeer ik hem naast de haven, daarnaast de fietsenstalling. Maar ik parkeer hem eigenlijk nooit in de fietsenstalling. En denkt u dat het ervoor zorgt dat mensen ook minder snel de fiets pakken om naar het centrum te komen en dat ze misschien eerder de auto pakken door dit strenge regime? Nou, die mogelijkheid is er en dat wil je eigenlijk ook niet. Nee. Dus dat is wel weer een probleem. Dus er moet meer gelegenheid zijn om je fiets kwijt te kunnen. Er moet op verschillende plekken bij de stad fietsenstallingen komen. Dan los je het op. Wat doe jij met je fiets als je hierheen komt naar de stad? Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik hem ook wel een aantal keer verkeerd heb geparkeerd. En toen is hij ook geheel terecht weggehaald. Ja, als de veiligheid in gevaar komt, dan lijkt me nog wel een goede reden om te doen. Ik vind het wel terecht. Ik vind het een goede beslissing dat ze hebben genomen. En heeft dat jou wel laten inzien van oké, misschien moet ik beter opletten of iets dergelijks? Zeker weten, ja. Je kunt beter de fiets netjes neerzetten. Dan heb je ook geen gedonderen. Nou, ik vind het niet heel erg eigenlijk. Want als het in de weg staat en het blokkeert de veiligheid, dan moet er wel iets aan gedaan worden, denk ik. Is het ook bijvoorbeeld in de stad waar u vandaan komt een issue? Nee, ik woon in een klein dorpje. En wij houden ons netjes aan de regels altijd. Dus, Breda Nu. Je weet het meteen.